Bij Jolie, Residentie Jolie, is dat 34 appartementen. Daar hebben wij drie digitale conciërges die wij gaan toepassen. Enerzijds maakt het de inkomruimte esthetischer, mooier. Anderzijds, het veiligheidsaspect wordt toch wel heel goed onthaald door ons cliënteel. Dat die inkom al gemonitord wordt, 24 uur lang en dergelijke. En het praktische verhaal, dat lijkt mij duidelijk. De pakketjes worden geleverd door de leveranciers. En die mensen, het cliënteel, kan op de gepaste tijden die pakketten ook uit de box gaan halen. De Bring Me toepassingen, die gebruiken wij bijvoorbeeld op onze werven als spandoeken. Anderzijds passen wij die toe in onze lastenboeken. Door die Bring Me toepassing daarin te gaan implementeren, is dat een extra argument voor de klanten om misschien te kiezen voor een van onze projecten, omdat het een nieuw systeem is en wat alleen maar de klant zijn gemak ten goede komt. Dat is een belevenis, hè. Voor mensen is dat, die kijken daar naar uit. Oh, wat gaat dat geven? Dat is iets, die zijn er enthousiast over. Hè? En belevenis, dat is eigenlijk een woord waar ik kippenvel van krijg, want je hoort het overal. Maar dat Bring Me verhaal, dat is een beleving, maar het is ook iets waar ze positief naar uitkijken.